Het onderzoek van Pointer, Reporter Radio en Follow the Money blijkt volgens de SP dat er tientallen miljoenen aan zorggeld gaat naar winsten van zorginstellingen in plaats van naar zorg. De SP diende daarover woensdagavond een motie in de Raad die met 19 voor en 20 tegen verworpen werd door de Raad. SP-raadslid Sarah Dobbe vindt het verwerpelijk dat geld gaat naar winst in de zorg in plaats van naar zorg. Wat is haar alternatief? Nou, mijn alternatief is dat op dit moment blijkt dus dat een heleboel geld van ons zorggeld niet naar zorg gaat. En het alternatief is natuurlijk om dat wel te doen. Dus op het moment dat wij geld geven aan een zorginstelling om aan zorg te besteden, dan moet het daar ook aan besteed worden. Het is hard nodig en je ziet ook gewoon dat wachtlijsten oplopen. Er is zat waar we het aan kunnen besteden. Dus geld voor zorg moet gewoon naar zorg. Hoe zorgelijk is het en over hoeveel procent gaat het? Nou ja, hangt een beetje af van het bedrijf. Het onderzoek wat nu is gedaan, is heel goed onderzoeksjournalistiek werk gedaan door het programma Pointer samen met Follow the Money en Reporter Radio. En zij hebben dus onderzocht hoeveel winsten naar de zorg gaat en vooral de exorbitante winsten. Ze zijn dus zorginstellingen die maken meer dan 10% winst. Die hebben ze in een lijst gezet en daar blijkt er dus ook eentje van in Arnhem te zijn. Nou ja, 10% is natuurlijk absurd, maar wat de SP betreft maken we helemaal geen winst in de zorg, want dat is ook absoluut nergens voor nodig, want geld voor zorg moet gewoon naar zorg. U heeft een aantal vragen aan het college hierover gesteld. Wat heeft u aan het college gevraagd? Nou, ik heb aan het college gevraagd wat zij hiervan vinden, maar ook of zij scherp hebben hoeveel van ons belastinggeld, van de Arnhemse belastingbetaler, wat wij graag willen dat naar zorg gaat, niet aan zorg wordt besteed. Dus hebben wij nou scherp hoeveel van ons budget naar winsten gaat van aandeelhouders of naar winsten gaat van bedrijven en niet naar zorg? Zeker in deze tijden waarop er heel veel bezuinigd moet worden op de zorg. Het zijn allemaal bezuinigingsplannen, jeugdzorg, wachtlijsten lopen op, er moet nog meer vanaf. En ondertussen verdwijnt dus allerlei geld in winsten. Dus, maar wij weten dus helemaal niet om hoeveel geld dat precies gaat. Nou, dat onderzoek wat is gedaan blijkt dat het over miljoenen gaat van zorggeld in het hele land. Dus in Arnhem zal dat ook wel veel zijn. Ik las in uw stukken dat er bijvoorbeeld voor een uur berekend wordt terwijl maar een half uur zorg gegeven wordt. Is dat een accuraat voorbeeld? Dat hangt er een beetje van af. Hè. Dan in dat geval gaat het echt om fraude. En die hoogleraren die dat onderzoek hebben gedaan, die hebben wel terecht zich afgevraagd. Hoe kan het nou zijn dat een zorginstelling die zorg zou moeten leveren van dat geld, zoveel geld overhoudt? Nou, dan werken ze of super efficiënt. Nou, dan doe je het wel heel knap. Je besteedt het aan andere dingen. En dat betekent dus dat je, als je geld voor zorg niet aan zorg besteedt, betekent dus dat je bijvoorbeeld minder zorg verleent. Of bijvoorbeeld wat je ook hebt gezien in de thuiszorg, hè, dat ze thuiszorgmedewerkers minder betalen. Nou, dat soort dingen moet je dan aan denken. En als dat zo is. Daarom is het zo belangrijk dat we hier aandacht voor hebben. Want als dat zo is, dan moeten we dat onderzoeken. Want daar mag ons zorggeld natuurlijk niet naartoe gaan.